Het is nog steeds woensdag 16 december en ik loop de kleine baleiroute vanuit Kurkhout-Zoetermeer. Ik ben eigenlijk door een goede vriend van mij uit mijn luie stoel gebeld om te wandelen. 'S Ochtends is het zo vaak mistig en dan is de zon nog niet op, maar nu is het prachtig. Onbekend gebied voor mij. De kleine baleiroute. Hier nou niet met honden. Ik denk dat dit een soort doolhof is. Ik ga eens op verkenning uit. Ik ben te laat gestart, want de zon gaat alweer vroeg onder. Ik moet hier terugkomen ooit. Even kijken waar dit naar leidt. Voor veel kinderstemmetjes, want de scholen zijn dicht. Oh, het is hier wel een beetje modderig. Maar goed, even kijken hoor. Ik heb nieuwe schoenen besteld. Een beetje hoger, meer voor modder en sneeuw. Nou, ik ga niet over die boomstammen glibberen. Ja, dit is echt voor kinderen. Ik ga daar niet overheen, jongens. Ik zou er zo af... Oeh, de modder is zo glad. Nee, ik ga terug. Kijk, modder, modder. Modder, modder. Ik heb veel geregeld. Hoppakee. Ja, het is een soort... doolhof. Oh, oh, wat een troep weer om te lopen. Glibber de glipski. De zon staat al erg laag. Ik stop. Alles is allemaal hetzelfde. Ik heb alweer fun, fun, fun. Tot nu toe kon je alleen maar over boomstammen. Nou, dat doe ik niet, dus ik ben teruggegaan. Een doolhof is ook een doolhof. Het is de bedoeling dat je dwaalt, dat je doolt in een hof. Mooi licht, hè? Die herfstkleuren. Prachtig. Nou, kijken, hier kan ik naar links of rechtdoor. Ik wil er weer uit. Ja, daar is het pad. Ik wil naar het kasteel. Er is hier kasteel Bijloos. Of Bijlo heet het. Het is hier echt leuk voor kinderen. Je hebt hier een gangenstelsel, kijk. Nu wel een beetje plassen. Rechts was dus dat doolhofgebied. Nou, never again wat mij betreft. En ik ben op weg naar kasteel Bijlo Bos. Is dat nog echt een kasteel of is het een speelkasteel? We gaan het zien. Ik ben erbij. Ik loop naar het zuiden. Ik weet nooit wat het zuiden is. Nou, hier ga ik echt niet over. Waar is dat kasteel? Loop je toch aan de rand van de bebouwde kom. Ik ben te laat vertrokken. Het zijn natuurlijk hele korte dagen voor kerst. Nou, ik ga nog leuk even over die loopbrug. Nou, het kasteel heb ik niet gevonden. Dat is natuurlijk ook wel een leuke bestemming daar. Dan kan je waarschijnlijk over de A12 lopen. Daar.
Even kijken, daar ga ik straks even naartoe. Naar dat. Waar ik nu inzoom. Die loopbrug doe ik straks terug naar de auto. Ik ga meteen hier rechts over het bruggetje. En dan wil ik toch eens daar naar dat hoge gevaarte. Vooral auto, geraas. Libellenreservaat. Oh. Dit is echt het voordeel van de stay home. Blijf niet helemaal home natuurlijk. Ik ben een half uurtje. Ja, dat was nog naar het kasteel. Maar dat kasteel, dat heb ik niet gevonden. Even lekker trappetje op. Het zal wel over de A12 gaan. Deze hangbrug. Ik kom boven bij jullie terug. Over de A12. Hoe? De Erasmusbrug, maar dan anders. Oh, je kan de snelweg eigenlijk niet zien. Ze zijn natuurlijk bang dat je eraf springt. Nou, die loopbrug zag er leuker uit, aanlokkelijker uit dan dat het was. Het is natuurlijk wel handig, vooral voor fietsers, dat er een verbinding is. Dan ga ik nu over deze loopbrug. De F-ommetje zegt ook dat je nieuwe routes moet lopen. Anders dan worden jouw hersencellen niet in actie. Ik zie nu een prachtige zon tegenover me. Ik hoop dat het op de film ook zo mooi is. Riet, het is wel erg aangelegd hier. Volgende keer ga ik dus dichter naar de A13 toe. Ik ben nu in de buurt van de A12. Ik ga terug naar de auto. Nou ja, het is mooi. Heb je wel een mooi uitzicht over dit park. Dit zijn mijn laatste opnames, want ik kom steeds meer in de bebouwde kom. Daar is die manege geloof ik en daar staat dan ook mijn auto. Ik heb maar even opgeschreven waar die staat, want anders vind ik hem niet meer. Tot morgen! Oh nee, goed. Dit lijkt wel een sala. Stel naast elkaar ging niet opzij, dus nou, dit is dan de manege. Bijlo, hoe heet het? Wat is dit? Zoetermeer. Oh, het is een stadsboerderij. Het is geen manege. Stadsboerderij.